Op de Bennekelstraat in Eindhoven heeft donderdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Volgens omwonenden zou een man op een scooter een vrouw hebben beschoten. Die wist achter een auto weg te duiken en raakte als door een wonder niet gewond. De twee zouden volgens wijkbewoners zijn gescheiden en ook gisteren zouden ze al ruzie hebben gehad. De schutter liet zijn beschadigde scooter op straat achter en vluchtte te voet. De politie is op zoek naar hem. Forensisch rechercheurs zijn in de straat begonnen met een uitgebreid onderzoek.